12 en 13 maart heb ik twee eigen concerten. En dat is helemaal uitverkocht. Op 12 maart doen we een gewoon voor staand publiek. Daar komen er 1600 mensen. En op de zondag doen we een dinnershow. En daar kan ik dus ook de rustige liedjes zingen. En dan hebben we 400 mensen. Dus ja, er komt 2000 man op af. En dat is voor mij heel bijzonder eigenlijk. Want je merkt dat het steeds iets beter gaat. En in 2012 deed ik het eerste concert dan. En dan merkte ik het was heel moeilijk om al die mensen daarheen te krijgen. En toen had ik uiteindelijk 900 mensen. Ja, nu zit je over het dubbele heen. Dus je merkt, ja, voor mij geeft dat een heel fijn gevoel dat het zo goed gaat. En waar gaat dat gebeuren? In Bunnik, in de A12-zaal. Dat is de oude Brollers. En daar ga ik het concert geven. En ik begrijp dat je album daar ook officieel gelanceerd wordt. Ja. Eindelijk een album, Henk. Ja, ik zing nu al 8 jaar en nog nooit een album uitgebracht. Ik heb nu denk 13 of 14 singles uitgebracht. En nu wordt het een dubbel album kunnen zijn. Ja, de best of. Nee, maar het wordt nu tijd voor een eigen album. En er komen natuurlijk ook bestaande liedjes op. En er staan een stuk of 5, 6 nieuwe liedjes op. Echt die nooit iemand heeft gehoord. Ja, voor mij, dit moest een keer gebeuren. Je bent al zo lang bezig en een album is toch wel weer een soort visitekaartje, vind ik altijd. Mensen kwamen altijd naar me toe van ja, we moeten steeds je cd'tje omwisselen. Dan doen we een singeltje erin, liedje klaar, het volgende cd'tje erin. En nu staat alles op één cd voor het eerst. Ja, we proberen altijd wel wat nieuwe dingen op te zoeken. Dus we hebben bijvoorbeeld een keer met Alle Hoeken, deden we echt heel veel met de saxofoon werken. En dat hebben we nu ook weer met bepaalde platen, dat je echt iets denkt van oh, dit is weer wat nieuws, weet je wel. En daar zullen mensen misschien aan moeten wennen. Maar ik wil altijd wel iets verfrissends hebben. Niet dat het altijd die liedjes maar hetzelfde klinken. Dus er zitten hele bijzondere liedjes ook tussen met leuke teksten weer. Dus echt het luisteren waard. Ja, voor mij is dat heel spannend. Vooral omdat ik niet weet hoe de mensen gaan reageren natuurlijk. Omdat het hele nieuwe dingen zijn. Ik zit natuurlijk sinds kort bij Jan Smit en Volendam Music. En die heeft ernaar geluisterd. En ik denk, als Jan Smit ernaar luistert, dat is iemand natuurlijk met heel veel verstand van muziek. Ja, die staat er 100% achter. Hij zegt, er zijn superleuke liedjes wat erop staan. En ik denk dat het hier wel mee moet lukken. Dus als hij het zegt, dan geloof ik wel een beetje in.